Zuivel heeft een aantal positieve gezondheidseffecten, maar de milieubelasting staat wel ter discussie. In de supermarkt wordt het aanbod aan plantaardige alternatieven steeds groter, maar leveren deze vervangers ook de voedingsstoffen die we nodig hebben? Ik ga het voor je uitzoeken, zodat jij zelf een keuze kunt maken. In de vorige aflevering van Plantaardige Eten hebben we gekeken naar het effect van de productie van vlees op het milieu en je gezondheid. In deze video gaan we het hebben over de invloed van zuivel. Zuivel, zoals boter, kaas en melk, is een vertrouwd onderdeel van het Nederlandse eetpatroon. Maar tegenwoordig wordt zuivel soms ter discussie gesteld. Na vlees heeft zuivel namelijk de grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot van ons eetpatroon. Er komen steeds meer alternatieven op de markt om zuivel plantaardig te vervangen. Die hebben een lagere milieubelasting. Maar een plantaardig alternatief kan zuivel qua gezondheidswinst niet helemaal één op één vervangen. Ik leg je uit hoe dat zit. Zuivel heeft veel positieve gezondheidseffecten. Melk en melkproducten, zoals 30-plus kaas, yoghurt en karnemelk, bevatten eiwit en zijn een bron van de vitamines B2, B12 en calcium. Calcium is samen met vitamine D belangrijk voor sterke botten en het voorkomen van botbreuken. Eet je yoghurt, dan verklein je bovendien de kans op diabetes type 2. Volle melk bevat wel veel verzadigde vetten. Dit geldt ook voor volle yoghurt. Verzadigde vetten vergroten het risico op hart- en vaatziekten. In de schijf van 5 vind je daarom de magere en halfvolle varianten. Voor een volwassene tot 50 jaar is het advies om elke dag 2 tot 3 kleine porties melkproducten te nemen. Dat is dus ongeveer zoveel. En 40 gram kaas. Dat is omgerekend ongeveer 1,5 plak voorgesneden kaas of 2 boterhammen met zelfgeschaafde kaas. Meer zuivel is niet nodig en heeft daarbij grote impact op het milieu. Om ervoor te zorgen dat opgroeiende kinderen voldoende melk binnenkregen, is al in de jaren 30 schoolmelk geïntroduceerd. Dat gebeurt voor het eerst in Rotterdam, waar kinderen uit arme wijken in 1935 van de gemeente melk krijgen om hun conditie te verbeteren. Vanaf 1937 richt het Landelijk Comité Schoolmelk zich op de verspreiding van gesubsidieerde melk onder schoolkinderen. In de tweede helft van de jaren 80 werd er 20 miljoen liter schoolmelk per jaar gedronken. Wat betreft ons eetpatroon heeft zuivel na vlees de grootste impact op het milieu. Ja, Marije, hoe zit dit precies? Dat zuivel een grote impact heeft, heeft eigenlijk verschillende redenen. En meer dan alleen CO2. Weet je, koeien zijn herkauwers, die maken methaan aan in hun maag. Maar ook komt er uit hun mest methaan en lachgas vrij. En dat zijn eigenlijk nog sterkere broeikasgassen dan CO2. Dus die warmen de aarde nog sneller op. Ze krijgen ook krachtvoer, zoals soja en mais. En dat wordt vaak van ver geïmporteerd. Denk bijvoorbeeld aan soja dat uit Zuid-Amerika komt. Daar wordt ook bos voor gekapt en regenwoud. Dus er zijn er eigenlijk verschillende milieuthema's die hiermee samenhangen. Ja, en als ik tegenwoordig naar de supermarkt ga, dan zie ik daar ook heel veel plantaardige opties, plantaardige eiwitdranken. Hoe duurzaam zijn die? Is dat dan een goede keuze? De meeste data hebben we over een sojadrank. En als ik dat vergelijk met koemelk, zijn de broeikasgasemissies en het landgebruik ruim 2 keer lager. Wat is eigenlijk de meest duurzame eiwitdrank? Ja, dat is eigenlijk nog best wel een lastige. Ook plantaardige dranken hebben voor- en nadelen. Bijvoorbeeld een amandeldrink heeft een hogere waterfootprint eigenlijk dan koemelk. Soja drinken en haverdrink scoren in dat opzicht beter. Maar eigenlijk kun je wel zeggen dat alle plantaardige varianten een minder grote impact hebben dan de productie van zuivel. Oké, nou goed om te weten. Dankjewel. Graag gedaan. Te veel mest zorgt voor vervuiling van de bodem en het water en zorgt voor ammoniakuitstoot. Maar hoeveel mest produceert een melkkoe ongeveer per jaar? Is dat A, 2 badkuipen vol, B, 4 groene kliko's vol of C, 1 verhuiswagen vol? Het juiste antwoord is C. Een melkkoe produceert ongeveer 13.000 kilogram mest per jaar. Hier kun je ongeveer een verhuiswagen mee vullen. Nederland heeft de hoogste mestproductie per hectare in Europa. Melkveehouderijen nemen 8% van de broeikasgassen voor hun rekening en ongeveer de helft van de ammoniakuitstoot. Genoeg theorie, tijd voor de praktijk. Er zijn tegenwoordig steeds meer alternatieven op de markt, zoals sojadrink, amandeldrink, rijstdrink, haverdrink en kokosdrink. En ook nieuwere soorten, zoals erwtendrink. Zuivel is alleen qua gezondheidswin niet één op één te vervangen door een plantaardig alternatief. Dit komt doordat de gezondheidseffecten van plantaardige alternatieven nog niet goed zijn onderzocht. Maar als er voldoende eiwit in zit, niet te veel suiker is toegevoegd
en er voldoende calcium en vitamine B12 aan is toegevoegd, kunnen ze als alternatief wel dezelfde voedingsstoffen leveren. Van alle zuivelvervangers is sojadrink met toegevoegd calcium en B12 wat betreft voedingswaarde de beste vervanger. In de praktijk bevatten andere plantaardige alternatieven vaak te weinig eiwit of voedingsstoffen. Wil jij direct weten of jouw plantaardige eiwitdrank in een schijf van 5 past? Download dan de Kies ik Gezond app om producten te scannen. Zo krijg je gelijk een antwoord. Enkele porties zuivel per dag is goed voor je gezondheid. Maar zuivel heeft ook een hoge milieubelasting. Neem dus niet meer dan nodig. Wil jij weten waar je op moet letten om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen? Bekijk dan ook de andere video's in deze reeks. Dankjewel voor het kijken. Als je dit een interessante video vond, vergeet ons dan niet te subscriben. Tot de volgende!